Yo mensen, Jarasker hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Jij Beslist, Ik Speel aflevering hier op mijn kanaal Jarasker Gaming. De challenge van vandaag is, probeer een free-for-all potje te winnen met een 1 punten clash. Dus dat houdt in, ik heb geen perks, ik heb geen attachments, ik heb geen lethal, ik heb geen tactical. En wij gaan proberen om dit free-for-all potje te winnen op de map Nuketown. Ik mag ook geen scorestreaks gebruiken, ik heb ze wel aanstaan zoals ik kan zien. En het gaat nog moeilijk worden ook. Ik heb ze wel aanstaan zoals ik kan zien, maar als ik ze haal dan zet ik ze simpelweg niet in. Dan maakt de challenge natuurlijk nog wat moeilijk, want dat houdt in dat je geen UAV hebt en alles. En in free-for-all is een UAV'tje altijd wel handig. Maar ik mag het dus niet in gaan roepen. Dus dat gaat nog een leuke challenge worden. Een leuke uitdaging worden. En zo te zien zit er ook een andere goede speler in dit potje. Dus dan wordt het natuurlijk nog iets moeilijker. Maar wel iets uitdagender. Zo jongen, je hebt geen toughness jongen. Je richtpunt vliegt zo de lucht in. Kom dan. Ik wist dat hij dan liep man. Ik zat hem al op te wachten. Oké, ik mag mijn UAV niet inroepen. Dan maakt de challenge natuurlijk nog wat vieze kut camper. Dan maakt de challenge natuurlijk nog iets moeilijker. Ik moet even die camper killen als je niet heel erg vindt. Eén moment jongens. We zijn gecounterd, dus ik weet. Kut zo. Ik weet waar die fan met die counter zit. Alleen, kijk, die zit hier namelijk. Wacht even. Eén momentje. Die zit hier. Ja, daar dus. Daar dus. Ik dacht dat die boven zat, maar hij zat. Ja, fuck. Hij zit hier man. Dat was hem. Zo, geen orbital voor jou, jongen, alsjeblieft. Daar heb ik namelijk geen zin in dat zo'n campertje een orbitaltje haalt. En daardoor misschien wel het potje wint. Want ik wil ook graag het potje winnen. En hij is meteen geracequit. Hij is meteen geracequit. Ik hield hem van zijn streak af. En kijk, hij is het potje geliefd, man. Nou, zo kan het natuurlijk ook. Als je er geen zin meer in hebt en je haalt je orbital niet, dan racequit je meteen en zoek je weer een nieuwe. Dat kan natuurlijk ook, hè. Weet je wat eigenlijk de hele challenge is op dit moment? Het hele challenge geval is dat ik gewoon eigenlijk ervoor moet zorgen dat ik op geen enkele manier geraakt word. Want ik heb natuurlijk geen toughness. Dus als ik geraakt word, dan schiet mijn richtpunt de lucht in. En dan kan ik meteen niet meer de kill oppakken. Dus kijk, dat bedoel ik dus. Zie je, als ik geraakt word, gaat mijn richtpunt meteen de lucht. Dus ik moet er gewoon heel simpel. Kom dan. Hij zit daar, man. Ik moet er gewoon heel simpel voor zorgen dat ik gewoon niet geraakt word. Op geen enkel moment. En dan kan ik makkelijk dit free-for-all potje winnen. Uh-oh. Ik weet niet wat jij nou weer doet, maar ik liep naast je, vriend. Het zal wel. Hij zit boven. Hij zit boven in de badkamer of in de slaapkamer. Daar dus. Hallo. Hij gaat best wel snel eigenlijk, joh. Holy shit. Ik had het moeilijker verwacht. Nee, niet meer raken. Kijk. Daar moet ik dus weggaan. Niet meer raken, want dan ben ik de lul. Dankjewel. Misschien kan ik deze vet ook nog wel killen. Als hij me niet raakt dan. Ja, dankjewel. Hij raakte me één keer, jongen. Geluk. Er zijn ook weer mensen geliefd. Oh, is het er hier weer een? Let's go. Merciless. 10 streak. Oh, wajo, ik schrik me helemaal kapot, man. Ik schrok me helemaal kapot. Waar ben je naartoe gegaan, vriend? Daar dus. Ah, hij raakte me, dan kan ik niet meer schieten. Ik heb ook geen dexterity. Dus na het sprinten kan ik ook niet snel genoeg schieten, maar... Maar hij zit daar nu wel lekker in zijn tuintje, maar nu niet meer. Jammer, jongen. Revenge is een bitch. Er zit er één achter de auto. Achter de auto. Oké, 3, 2, 1. Nu. Jammer, hè, jongen. Dat is nou pech hebben. Nu sta ik erachter, maar ik ga er niet achter blijven staan, want ik heb namelijk... Toch geen flag checken, dus als die auto ontploft, dan ben ik toch dood. Oh, ja, die zag ik aankomen, man. Die zag ik aankomen. Die sniper kwam net op het verkeerde moment, want als die sniper er niet was gekomen, had ik die vent... Wajo. Oh, jij bent ook scheef. Oh! Ik ben niet de enige die scheef is in het potje. Dankjewel, mooie spanplek. Manieus, dat is kut voor jou. Maar niet kut voor mij. Ik wil mijn sentry kunnen inroepen. Laat die sniper maar zitten. Laat hem maar zitten. Ik ren weg. Oh. Dat was niet zo slim van je, jongen. Oh, hij loopt er een links van. Ik hoor hem. Ah, ik dacht dat hij daar zat. Ik dacht dat hij daar nog eens zat, man. Maar dat was niet zo. Nog 2 kills en hebben we gewonnen, man. Nice. Oh, geen toughness. Kom op, ik wil maar 10 deaths eindigen. Dat vind ik een mooie score. Wauw, al die kill steals, jongen. Hij zit... Ik wil met 10 deaths eindigen, kom op. Let's go! Oh!
Ik wou met 10 des eindigen, man. Maar ik werd daarna in één keer twee keer gekillst. Dus er werd nog even een close call ook. Maar we hebben gewonnen. Ik zal mijn quest nog even laten zien als de killcam bezig is, Hero. MSMC had ik alleen maar aanstaan met natuurlijk de Diamond Camel. Geen perks, geen secondary, geen little, geen tactical, geen wildcard. 1 punt van de 10 besteed. En we hebben nog een mooie eindscore neergezet. Ook 30-10. Gelukkig was die ene vent geraced. Gelukkig had ik hem natuurlijk gekillt voordat hij zijn orbital had. Want hij had hem bijna. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Mocht je nog een challenge voor me hebben, laat het weten in de comments. Misschien kan ik hem natuurlijk nog uittesten of proberen voordat Advanced Warfare uit is. Hij is... komt er bijna aan. Dus bedankt voor het kijken. Laat het challenge weten in de reacties. 1000 likes is meer. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye mensen. Hij is eten. Yo Jiraski, hallo maat. Ik ga net liever. Dus doei. Later mensen. We'll be right back.